Het is begonnen toen ik naar Sint-Lucas ging. Toen heb ik eigenlijk productdesign gedaan, maar ik merkte dat ik schetsen heel leuk vond. En maken ook, maar dat stukje vond ik juist iets minder leuk. En gaandeweg merkte ik dat ik gewoon de tekeningen maken, het 3D ervan maken, dat ik dat heel tof vind. En toen ik afgestudeerd was, ben ik eigenlijk gaan kijken van wat voor studies kan ik gaan doen binnen tekenen. En daar kwam dus illustratie voor uit. En vanuit daar ben ik begonnen met illustratie. Dus ik ben naar verschillende scholen gaan kijken die daarmee bezig zijn en wat ze daar doen, zeg maar. En op die manier heb ik eigenlijk de richting illustratie gekozen. Toen ik op Curaçao was, want daar ben ik zeg maar ook geboren. Toen ik daar voor het eerst heen ging met mijn ouders en mijn broertje, toen zijn we naar Sea Aquarium geweest. En zij zijn heel erg bezig met het beschermen van het marine leven en ook te informeren over het marine leven. En we hadden toen een gids die eigenlijk heel enthousiast en heel gepassioneerd over zijn werk vertelde en wat ze daar doen en hoe het ervoor staat met het oceaan en het marine leven. En dat sprak me eigenlijk heel erg aan. Ik vond zijn passie was heel erg mooi om te zien. En ik wilde eigenlijk ook ergens voor staan. En gezien mijn interesse in de oceaan toen de tijd al steeds groter werd, dacht ik, hier wil ik iets mee doen. Ik wil hier de wereld zeg maar mee helpen. En ook mensen informeren over ja, wat er aan de hand is en wat we kunnen doen eigenlijk. En ja, dat is eigenlijk de eerste keer dat ik echt met het marine leven in aanmerking kwam. Als ik iets heb gevonden, een bepaalde zeedier dat ik interessant vind of denk dit moeten mensen echt weten, dan ga ik eigenlijk op onderzoek uit. Dus dan ga ik zoeken naar bepaalde informatie, leuke weetjes, interessante weetjes. En aan de hand van die weetjes teken ik het dan. En meestal post ik het dan online en dan vertel ik meteen een verhaal erbij om al extra informatie te geven. Dus dat het niet alleen een mooi beeld is, maar dat mensen eigenlijk ook al extra informatie krijgen. En dat is eigenlijk hetzelfde wat ik doe met wat ik in mijn webshop verkoop. Dat zijn de stickers dan. En met de stickers komt er eigenlijk een kaartje erbij waar al een leuke feitje of iets interessants op staat over het zeedier wat ze kopen. En op die manier probeer ik eigenlijk mensen dus al informatie te geven. En hopelijk hun ook enthousiast te maken dat ze verder op onderzoek uitgaan. Om te kijken wat er dus nog meer is in het marine. Van wat ik heb geresearched, zeg maar, merk ik dat, dat de oceaan gaat gewoon heel slecht. En ik wil dat er eigenlijk meer aandacht daarvoor is. Dat we met z'n allen eigenlijk hier iets aan kunnen doen. Misschien is het niet te verhelpen, maar dat we wel een manier vinden om toch nog de oceaan stabiel te houden, in plaats van dat het verder achteruit gaat, zeg maar. Dus het doel met mijn illustraties is dus ook om die informatie over te brengen van wat kunnen wij doen, wat voor dieren zijn er nu. En ik hoop dat mijn illustraties een soort wow-effect geven aan mensen van wow, is dit wat er onder water leeft? Dit wil ik wel beschermen, want wie weet zien we dit in de toekomst niet meer. Of misschien zien we het wel alleen als een robot of iets dat gemaakt is en niet meer in het echt, of alleen foto's. Dus, en om dat te voorkomen wil ik heel graag mensen dus informeren over wat er is en hoe we het kunnen beschermen. Voorheen heb ik heel veel met verf gewerkt en met markers en met stiften. En vanuit daarop is het eigenlijk een soort van meer naar het digitale toegegroeid. En toen ben ik digitaal eigenlijk ook gaan experimenteren met verschillende soorten
penselen die je online hebt. En ja, uiteindelijk merk je wat werkt voor jou en wat niet werkt. En wat, ja, wat mooi is voor jou en niet. Dus op die manier ben ik eigenlijk op mijn eigen handschrift gekomen binnen illustratie. Door eigenlijk gewoon te doen en te experimenteren. En dat ben ik nu nog steeds aan het doen. Ik merk dat de afgelopen weken dat mijn stijl eigenlijk ook nog steeds aan het veranderen is. Ik denk ook niet dat je echt een vaste stijl blijft behouden voor de rest van de tijd. Er zal altijd wel iets veranderen. Iets dat je mooier vindt of leuker vindt om te doen. Of een bepaalde manier dat goed voor jou werkt. Laat het gewoon gebeuren. Niet bang zijn dat het fout gaat. Gewoon doen. Dat is de enige vaardigheid dat ik denk dat je moet hebben, is gewoon doen. Het onder controle willen hebben, een soort van loslaten. En gewoon creatief ermee zijn. Ik denk dat iedereen die creatief is en het gewoon doet, dat hij echt wel iets leuks kan maken en iets moois. Want ik vind dat iets moois is zo persoonlijk. Wat ik mooi vind, kan iemand anders heel lelijk vinden en andersom. Dus ja, ik denk dat de beste vaardigheid is gewoon doen. En het vooral niet onder controle willen hebben.